Hallo, en leuk dat je hebt geklikt op deze video. Ik ga vandaag beginnen met een experiment. Het is iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. En ik ben dus ook heel benieuwd hoe het zal uitwerken. Ik wil namelijk het componeerproces vastleggen op video. En ja, dan is het wel verstandig om dat experiment met een niet al te groot stuk te doen. Dus ja, het wordt een... Ja, we gaan het proces volgen van het maken van een motet. Een kort koorwerk, althans koor en orgel zal ik het voor gaan maken. Op basis van een religieuze tekst. En ja, de achtergrond ligt erbij dat ik... Ja, we gaan met het Sint-Cecilia koor, het parochiale zangkoor van de Dodolfuskerk in Assendelft, gaan we op 11 juni in Breda zingen. Tijdens een eucharistieviering die live zal worden uitgezonden op televisie. En het leek mij leuk om speciaal voor die uitzending een stuk te maken. We zullen al een mis van mij gaan zingen, de Missa in Honorem Sancti Odulfi, die ik een paar jaar geleden heb geschreven voor het 125-jarig bestaan van de Odulfuskerk. Maar ik dacht, laten we toch nog wat extra's gaan doen. En ja, vandaar dat idee, een kort motet, want het moet absoluut niet te lang duren. En ja... Dat proces, het componeerproces van een leeg stuk papier naar een uitgewerkte compositie, om dat eens vast te leggen. Ik heb dus zelf geen idee hoe het gaat worden, of het een beetje interessante video's gaan worden. Ik zou zeggen, kijk mee en ja, we zien wel wat eruit komt. Nou, hier dus een leeg stuk papier, muziekpapier. Ik print dat tegenwoordig, hier ligt nog wat anders onder, daar moet ik zo nog even ook wat mee doen. Maar, een beetje scherp stellen, ja, zijn we er. Ja, ik print dat tegenwoordig gewoon uit, want het is wel zo makkelijk om gewoon muziekpapier te downloaden en uit te printen, zo ja. Alhoewel ik zie wel dat ik nu... 10 balken heb gedaan, dus wat minder handig natuurlijk. Ja. Dan zal ik het koor ook verdelen over 2 balken in plaats van 4. Dan heb ik toch wat ruimte. Ik ben niet helemaal blanco begonnen, maar ik heb een paar kleine aantekeningen al gemaakt waar ik misschien naartoe wil in het stuk, maar of dat uiteindelijk ook in zal komen, dat weet ik nog niet. De tekst die ik wil gaan gebruiken is van het offertorium van het feest van de Heilige Drie-eenheid. Benedictus sit Deus Pater, unigenitusque Dei Filius, sanctus quoque Spiritus, quia fecit nobis cum misericordiam suam. Gezegend zij God de Vader en de enige geboren Zoon van God, en ook de Heilige Geest, want hij heeft ons zijn barmhartigheid getoond. 11 juni is ook het feest van de Heilige Drie-eenheid. Dus vandaar dat ik een tekst wilde gebruiken, die dan ook voor dat feest geschikt is natuurlijk. En ik dacht van ja, het offertorium is wel aardig natuurlijk, want dat is juist een mooie plek om een koorstuk ten gehore te brengen. Ja, in dit geval dus een nieuw stuk, wat er nu nog niet is, maar ja, over een tijdje wel. Met de tekst bij de hand en het nu nog lege muziekpapier begin ik gewoon maar eens met een schets. Ik schets vaak gewoon ja, uit de hand en dat werk ik dan later als het stuk eigenlijk op papier zo goed als af is. Werk ik het later om in de computer. Daar heb ik een muzieknotatieprogramma voor. Oh, beeld. En ja, zo. Dat vind ik plezierig werken. Ik vind het ook altijd fijn om daarmee dan ook ambachtelijk aan het werk te blijven. Dus door gewoon met de hand in eerste instantie het stuk op te zetten. Dus ja, laten we gewoon beginnen. Ik ben linkshandig en ik hou altijd heel onhandig een pen vast. Dat heb ik altijd al gedaan.
waar ze op school niet altijd even blij mee. En laat ik ook met de camera proberen het wel een beetje te volgen. Nou, het is dus een stuk voor koor en orgel. Zo, een paar sleutels. Ik ga dus ook nu niet super netjes doen. Dat zullen jullie zien. En dat er zal veel gekrast en veel halen zullen er komen. Maar goed, dat hoort erbij. Ik had een begin in mijn hoofd. En dat ga ik nu eens eventjes even opschrijven. Ja. Wel. Voor alle duidelijkheid, ik heb dus het koor even onderverdeeld over twee balken, omdat ik dus nu muziekpapier met 10 balken erop heb. Als ik 12 had gehad, dan had ik het koor al kunnen verdelen over 4 balken. Dan had ik twee systemen op één papier kunnen maken, maar nu moet ik het dus even zo doen. Sopraan, alt, tenor, bas. Dus sopraan, alt op de bovenste balk. Tenor, bas op de onderste balk en daaronder dus het orgel. Ik hoop wel dat het een beetje interessante beelden zijn. Maar goed, het gaat ook een beetje om het idee. Zo doen. Er zijn dus al een paar dingen waar ik rekening mee moet houden bij dit stuk. Maar vooral dat ik het niet te lastig moet maken. Het Cecilia-koor is een koor dat best wel wat aan kan, gelukkig. En dat hebben ze ook meerdere malen wel bewezen. Maar zeker ook, denk ik, binnen de spanning die zo'n televisiemis met zich mee zal brengen, ja, dan moet je geen gekke dingen gaan doen. En ik weet voor wat voor stemmen ik schrijf. Ik weet wat het koor ongeveer aan kan. Dus binnen wel een beetje netjes volgen. Dus ik weet wel een beetje wat voor kant ik op moet. En ik ken het koor vrij goed natuurlijk. Dus ja, kan je er ook wel een beetje op zo'n koor schrijven. Nu meteen zie je al dat ik heb een beginnetje gemaakt. Maar ik wil even kijken wat ik met de tenor en de bas hier ga doen.
En dan is het toch wel heel handig dat ik daar even een hulpmiddel voor heb, namelijk een orgel. En nou, gaan we eventjes naartoe. Zojuist even mijn orgel aangezet. Sinds, ja, ik zal even een beetje. Sinds mijn zoon het orgel heeft ontdekt, zit er een hanger in, dus die moet ik nog even verhelpen. Want misschien hebben ze af en toe wel eens beneden hier in huis het vermoeden dat ik moderne muziek aan het studeren ben of iets dergelijks. Maar nee, dat is mijn zoon die af en toe wat clusters en dergelijke maakt. Dus ja, dat soort dingen. Aan de andere kant ook wel leuk dat hij muziekinstrumenten leert kennen. En het ook ja, echt leuk vindt. Maar goed, die pieptoon die hoor je dus nog even. Daar moet ik nog even naar kijken. Ik hoop dat die bij een volgende video weer verholpen is. Even kijken. Ik heb tot nu toe dit. Ik hoop het snel gedaan te hebben, want ik kan me voorstellen dat die piep ontzettend irritant is op de video. Maar goed, we gaan even kijken. Dus de tenor en de bas bij het Deus Pater. De soprano alto doet dit. Zo komt het wel mooi uit. Ja, zo hebben we de eerste vier maten. Ik denk voorlopig. Misschien verandert dat nog. En dat zou zelfs nog tijdens het repetitieproces nog kunnen veranderen. Maar ik denk dat ik deze eerste vier maten het orgel nog even niet inzet. Ik zie dat ik nog even een bestandje moet weghalen van mijn camera, want ik ben bijna door mijn tijd heen. Misschien dat ik ondertussen ook nog even wat tussendoor doe, dan kom ik zo meteen weer even terug. Even nog wat anders, want even kijken hoe laat is het nu. Ja, ik ga alvast het vlees uit de koelkast halen. Ja, ik ben zo terug. Totaal niet van belang voor deze video, maar ik dacht, ik trakteer mezelf maar eens eventjes op een lekkere ribeye. Vrouw en kind eten bij mijn schoonouders. En ja, deze kon ik niet laten liggen toen ik hem zat liggen. Nou, jullie horen het hangertje nog op de achtergrond. Maar ja, ik heb het orgel nog even aangelaten. Want inderdaad, dan kan ik even af en toe, even tussendoor misschien, naar het orgel toespringen. Om eventueel nog wat te proberen. Maar ik heb een idee voor het orgel. Voor de orgelpartij.
Ik moet wel even, denk ik, wat meer toelichten. Waar ik dus denk ik naartoe wil, want ik heb nog niet echt helemaal... ik heb wel een beetje de structuur van de tekst die ik ga handhaven en die ik dus ook muzikaal min of meer wel wil laten terugkomen. Maar echt een vooropgezette structuur heb ik op dit moment nog niet. De ene keer doe ik dat wel, de andere keer doe ik dat niet eigenlijk. Maar ik vond het wel mooi om het koor dus in dat a cappella te laten beginnen. Dan dus het orgel forte erin te laten komen. En dan even kijken, want ik kom even niet. Nou, eens even kijken. Ik denk dan wat ik kan gaan doen. Ik heb op dit moment dit staan. Zijn. Zo zie je ook hoe het gaat en dat, zo doe ik dat dus ook vaker. Het is wel grappig om dat nu eens zo op die manier dan beeld te hebben. Veel proberen, veel uittesten, veel spelen. Tijdens het spelen, tijdens het proberen overwegen van ja, wat wel, wat niet. Dit misschien anders, dit misschien zo. Het hoeft overigens helemaal niet zo te zijn dat het nu helemaal vaststaat, dat wat ik nu heb gemaakt, dat zo blijft, maar want dat kan nog altijd anders worden weer. Eigenlijk tot het laatste moment kan het nog veranderen. Ik zit meteen even door te denken wat ik hierna ga doen. Komt dat koord er weer in? Ik heb weer een beetje datzelfde idee wat dus in dat eerste... wat dan later door het orgel overgenomen worden. Komt dat koord erin op D groot. Dan wil ik zoiets als dit doen. En dan zoiets. Nog een keertje. Dus aan mijn tweede blaadje begonnen, maar ja, ik kan het ietsje economischer doen door even wat meer dan 4 maten per systeem te doen, maar goed.
De tenor laat ik voorlopig nog eventjes. Ja. Laat ik nog eventjes op die A, want dan kan die even makkelijker zo naar die G toe. Vind ik altijd mooi, zo'n C groot akkoord in kwart seks ligging en dan met een D eronder. Vind ik een mooie klank. En dan gaat het zo naar een D groot. Dus bij D. Ja, ik moet eigenlijk wel wat meer zeggen tijdens die video's. Hè? Dat het, kijk eens, of jullie vinden het hartstikke leuk om het zo te zien. Dat ja, ik allemaal nootjes op papier aan het zetten ben. En dat jullie misschien ook denken van, ah, doe dat niet zo, doe dat anders. Maar even kijken. Zo. Even kijken. Laat hebben we het. Oh, 6:30. Ja, nou. Moet ze ook weer. Want dat, dit. Ja, tegenwoordig doe ik componeerwerk. Een beetje tussendoor allemaal. En dan heb ik er niet heel veel tijd voor. Maar dat, ja, dat is, ik vond het toch leuk om nu alvast wat maten muziek op papier te hebben. En. Nog een keertje eventjes. Je ziet, zo ga ik dus heel vaak heen en weer tussen orgel en schrijftafel. Ja. Mijn pet pak, want dan schrijf ik meteen even op zoals ik het nu hebben wil. Dan gaat de alt terug naar de E. En zo door naar de D.
Ja, zou ik dan hier het gedeelte waar het koor dus zingt en dan gaat dat dan de brandweer. Ik ga dan een dubbele waarschijnlijk in de orgelpartij. Of misschien dat ik daar nog wel iets met versieringen of iets dergelijks ga doen. Dat kan altijd natuurlijk. Maar in eerste instantie hou ik het even dat de orgelpartij hier de koorstemmen verdubbelt. Nou, tot nu toe zijn we zover gekomen. Een overzicht. Ja, het begin is er. Dus ja. Hier valt wel wat van te maken, denk ik. Ik ben benieuwd verder hoe het zal verlopen. Ik houd hier nu even bij voor nu. En we gaan hier een volgende keer verder. Het zou kunnen dat ik tussentijds nog wel eventjes wat aantekeningen of wat extra schetsen maak ter voorbereiding op een volgende video. En ik weet niet. Ik weet nu nog niet wanneer ik dit ga uploaden. Dus als jullie dit zien, dan is deze video al waarschijnlijk wat ouder. En is het stuk misschien ingestudeerd bij het koor. Maar dan moet ik nog even kijken wanneer en hoe. Maar de volgende keer gaan we weer verder met dit stuk. En ik hoop dat jullie het leuk vinden om dit te volgen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En als je vragen of opmerkingen hebt, stel ze gerust in de comments. Tot de volgende componeervlog, zou ik zeggen. Ja, ik kon het toch niet laten om nog even het eindresultaat te laten zien van die prachtige ribeye die ik had gekocht. Lekker met wat rusty rondjes uit de oven, pepersausje en de ribeye afgemaakt met een fleur de sel. En een lekker glaasje wijn erbij. Ja, in de tijd dat ik deze video opneem is het in de 40 dagen tijd, maar het is zaterdagavond. De vooravond van de zondag en op zondag hoef je niet te vasten, dus een lekker glaasje wijn mag. Nou, ik ga lekker genieten.